Kom even bij ons. Daar ging de reformatie om, hè? Om de zekerheid van het heil. Luther ontdekt, hè, dat ligt in de belovende God met zijn toezeggingen. Daar ligt het houvast. Vraag het maar even, waar ligt uw houvast? Want is de Heere, daar is de Heere nog altijd mee bezig, hè? Om ons te leren, wat moet ik doen om zalig te worden? Om ons te leren, midden in onze nood en dood, hè, waar al die pogingen van ons om onze best te doen, ons bij de handen afbreken, en we het eerlijk ontdekken dat we helemaal geen brave Hendrik zijn, maar dat we zijn zoals de Bijbel zegt, dood, goddeloos en vijandig. En daar leert God ons dat hij in zijn genadige toezegging helemaal te vertrouwen is. Vertrouwt u hem? Of is de hoveling voor u een beschamend voorbeeld? Geloof je nog altijd die influistering van Satan dat je met God maar nooit weet hoe je het hebt? Ga heen, uw zoon leeft. Dat is het evangelie. Wij verkondigen een heiland die van u echt niets nodig heeft. Geen traan, geen vrome belofte van verbetering, maar die u alles genadig schenkt. Het evangelie draait alles om, hè? Het evangelie gaat niet over de gewilligheid van de zoekende zielen, maar over de onovertroffen gewilligheid van de Heer Jezus Christus en de vastheid van zijn belofte. Kom nog even terug bij de geschiedenis. Johannes noteert het verbazend, hè? De mens, Adam, hè? De mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en hij ging heen. Uit vers 52 weten wij dat het op dit moment de zevende uren is. Iets na de middag. Nou, wat doet een vader die zojuist gehoord heeft dat hij naar huis kan gaan en dat zijn zoon die op sterven lag ziek of beter is? Dan maak je toch dat je thuis komt, niet? En als deze man even de vaart erin gezet had, hè, het is net na de middag, dan is hij na het avondeten weer thuis. Maar we hebben gelezen, hij komt pas de volgende dag thuis. En daarin schittert zijn geloof. Hij doet het rustig aan. Hij overnacht blijkbaar ergens in Cana of onderweg tussen Cana en Capernaum. Hij heeft geen haast om thuis te komen. Waarom niet? Omdat hij de belofte van Christus gelooft. En hij vertrouwt er helemaal op dat Christus gedaan heeft wat hij heeft toegezegd. En op die terugweg naar huis komen zijn dienaren hem tegemoet. En ze vertellen hem wat hij ten diepste al wist. Door het geloof. Uw kind leeft. En hij vraagt het nog even. Wanneer is het anders geworden? En dan hoort hij de trouw van de zaligmaker Jezus Christus gisteren. Even rond de zevende uren verliet hem de koorts. En hij bedenkt, dat was het moment waarop Jezus zei, ga heen, uw zoon leeft. En in die hele ontmoeting leert Christus ons vanavond een hele eenvoudige les, dat zijn woord, zijn belofte, ook vandaag dezelfde kracht hebben als zijn aanwezigheid. De hoveling had één belofte uit de mond van Jezus. En die belofte heeft dezelfde kracht als wanneer hij helemaal meegegaan was, het kind had opgezocht en thuis had genezen. Dat is de kracht van Christus' woord. Van deze belofte en van al zijn beloften. Waarvan Paulus zegt, ze zijn in Christus Jezus ja en amen. Zo waarachtig als hij het lam van God is dat de zonde van de wereld heeft weggedragen.
En dat ligt in de reformatie weer op. De kracht van de belofte van het evangelie. En de eenvoud van het geloof. En het is voor mij, dat geef ik eerlijk toe, een voortdurende les om werkelijk te preken in die verwachting. Ik schaam me er wel eens voor dat je soms die verwachting niet hebt. Dan moet je het weer opnieuw leren. Dat het evangelie daadwerkelijk kracht van God is. Tot redding voor ieder die gelooft. Vandaag nog even onverminderd als toen bij Paulus en in de middeleeuwen. Ook voor de kerk vandaag, ook onder ons. Dit is de kracht van het woord van Christus. En hij zegent zijn woord. Amen.